Marinus, het is om moedeloos van te worden, lijkt mij. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je zo verliest, dan word je aan de ene kant liever met 3-0 weggetikt. Aan de andere kant ook weer niet natuurlijk, omdat we genoeg goede dingen hebben laten zien. Maar ja, het is wel heel frustrerend. Ja, want je zegt met 3-0 weggetikt. Als we na een half uur met 3-0 hadden voorgestaan, was het helemaal niet gek geweest. Nee, we hadden er voor moeten staan. We speelden hartstikke goed. Eerst de half uur met 500% kansen. En dan echt 100% kansen. Ja, dat was onvoorstelbaar dat we daar niet uit scoren. En ook gedurende de wedstrijd werd het wel iets minder, vond ik. MV stond natuurlijk ook weer heel laag. Ja, als je uiteindelijk 9 grote kansen krijgt en 1 of 2 kansen weggeeft, dan moet je hier niet met een 1-0 nederlaag staan. Ja, als oud-spits moet je je handen ongeveer jeuken als je ziet hoeveel grote kansen we krijgen. Ja, die bal wilde dan toch maar niet in. Nee, klopt. En we misten ook een stukje overtuiging dat we soms ballen breed lagen die we zelf moeten schieten. Ja, voor mij heeft Mats als centrale verdediger 4 kansen gehad vandaag. Dus dat is ongelooflijk. En voor wel een paar keer ook de eerste paal niet aangelopen werd. Waar je, als je daar bezetting hebt, een hele makkelijke goal kan maken. Nou, dat hebben we wel 100.000 keer over gehad. Dus dat soort dingen vind ik wel heel frustrerend. Ja, dan is aan de ene kant de kansen die je zelf niet maakt. En dan krijgen zij niet eens zo heel veel mogelijkheden. Maar goed, nee, je hebt er maar niks. Eerste helft 1 kansje. En ja, voor het uit de grote kansen. En die maken ze dan gelijk. En dat is past geloof ik in ons seizoen. Ja, een ongelukkig moment waarbij Mats dan net niet meer kan aanzetten. Mats gaf net al aan dat hij had verkramping in zijn hamstring volgens mij. En die gaf net aan wisselen. Dus ik was een wissel aan het klaarmaken. Maar dat was echt 10 seconden later nadat hij het aangaf, werd hij in zijn rug weggelopen. Dus ook dat kwam heel ongelukkig uit. Ja, als je met 0-0 hier weggaat, ben je al heel erg teleurgesteld. Gezien het beeld van de rest, 1-0 verliezen is wel heel onterecht. Ja, is heel onterecht. Ja, dat kunnen we allemaal roepen en dat is ook zo. Ja, we missen een stukje overtuiging naar de goal toe vandaag. Ik ken de ploeg voor de rest niks verwijten. We hebben er alles aan gedaan, alles ingestopt. Bij fase heel goed gevoetbald zoals we willen voetballen. Eerste half uur zeker. Ja, dan is het frustrerend voor iedereen die met Excel betrokken is. Dat je dan zo, ook voor die boys met name natuurlijk, dat je 1-0 verliest. Dat is, je kan het bijna niet geloven. Ja, en dan zijn het uiteindelijk hele vervelende weken geworden. Met die bekernederlaag en dan die derde periode waar je heel goed in stond. Ja, dat lijkt ook in één keer helemaal... Ja, dat gaat heel snel met voetbal. Je kan heel snel een goed gevoel kweken, maar ook heel slecht. Heel zuur ervan worden. Ja, dat ben je na deze nederlaag wel natuurlijk. Ja, waar ga je dan nog voor spelen de rest van het seizoen? Nou, week voor week, wedstrijd voor wedstrijd. We hebben natuurlijk nog genoeg te spelen. Altijd zo de trots en de eer voor je club. Dat lijkt me heel duidelijk. Ja, daarna zijn er genoeg wedstrijden om te spelen. Natuurlijk is het heel moeilijk om het te frustreren. Maar ja, zeker als coach moet je nooit opgeven. Al is het nog maar 1 wedstrijd te spelen. Je speelt altijd voor je eigen eergevoel en voor je eigen ontwikkeling.